Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken nog vrij veel wolkenvelden over Nederland, met af en toe een opklaring tussendoor. En uit de wolken valt soms ook een licht buitje in de vorm van wat motregen. Vanochtend is het 13 of 14 graden en waait er een zwakke tot matige noordelijke wind. De wind neemt vanmiddag misschien bij zee eventjes iets toe, maar veel stelt dat allemaal niet voor. Langzaam maar zeker wat meer opklaringen tussendoor, dus een klein beetje zonneschijn, maar ook nog altijd kans op een enkele bui. En 17 of 18 graden op de thermometers. Vanavond wordt het droog en winnen de opklaringen langzaam maar zeker meer terrein. Temperaturen dalen al naar een graad of 13. In de nacht zakt het kwik verder en kan een lokale nevel of mistbank ontstaan. Morgen dan, eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat lost snel op en daarna schijnt de zon flink. Temperaturen 18 tot maximaal 20 graden en een matige oost tot noordoosten wind daarbij. Dat weerbeeld hebben we ook de dag die volgt. Donderdag ziet er prima uit met veel zon. 19 of 20 graden en een matige oostenwind. Vrijdag van het zuiden uit wat wolkensluiers en in de loop van zaterdag neemt de kans op een bui toe. Maar ook dan hebben we nog temperaturen in de buurt van de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerblaza.nl